Hoe was je eerste keer? Damn. Eerste keer wat? Dat kun je natuurlijk op allerlei manieren opvatten, maar ik weet waar je naartoe wil. Hoe was je eerste keer? Wat? Mijn eerste keer wat? Eerste keer wat? Ja. Daten bedoelen jullie? Leuk. Hoe was je eerste keer? Jeetje. Dat is al lang geleden. Hoe was je eerste keer? Kut. Snel. Ja, nee, bij mij was het meer kut. Bij mij was echt snel, man. Ja. Maar jij hebt het nog steeds, toch? Nee. Met een man of met een vrouw? Wat was de eerste keer? Met een vrouw was het ongemakkelijk, met een man was het vrij pijnlijk. Oh, mijn eerste keer seks. Pijnlijk, mag dat? Ik weet het niet, het is een uitgang, hè? Geen ingang. Ja, ik was best wel oud voor mijn doen. Tenminste, voor mijn doen, voor wat ik hoor om me heen. Ik was 18, begin 19. En mijn eerste keer, ja, dat was natuurlijk helemaal kut. Dat werkt voor geen meter. Het was heel grappig. Mijn vader die heeft me toen nog gebracht met de fiets achterop en een paar dvd'tjes onder het mom van we gaan film kijken. Nou ja, dat is niet gebeurd. Met een paar dames op een slaapkamer. Ik was 16 of 17 of wat dan ook, wel een feestje ergens gehad. En ze vonden mij allebei wel leuk ding. Maar ik kwam met die ene en die begon zich al te verontschuldigen dat ze heel vroeg weg moest s'morgens. En toen zeiden we, we lagen in een tweepersoonsbed en naast ons op de grond lag een matrasje, lag een ander meisje. En toen op een gegeven moment zei ze, nou misschien is het dan beter dat jij dan op dat matrasje gaat liggen. En dan ga ik wel bij Jeroen in bed liggen. Nou ja, zo gebeurde dat dus. Dus die andere lag er gewoon naast. En dat was mijn eerste keer. Best prima eigenlijk, vond ik. Ja, zeker. Ik hoefde niet veel te doen. Dus dat was helemaal top. Ja, dat scheelt. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik met een jongen ging zoenen. Dat was vrij ongemakkelijk. Ik had heel veel alcohol gedronken. Toen dacht ik, nou, nu durf ik op zich wel. Al mijn vriendinnen hadden het al gedaan, dus ik had een beetje druk op mijn schouders. Dus ik dacht, nu moet ik. Nou, het was ergens bij een feestje, toen zijn we de steeg uitgelopen. En toen gebeurde het. En toen 5 minuten later liep ik terug. En toen zei ik, probeerde ik heel zachtjes te zeggen dat het gelukt was. En die begon heel hard te juichen. Dus ja, toen wist iedereen het eigenlijk wel. Oh, deze is wel... Hoe was je eerste keer? Ja, doei! Nee, dat ga ik niet doen. Ik sta voor de klas. Nee. Ik zie die kinderen al. Hé, juf, ik heb het gehoord, ik heb het gezien. Het is wel dat je denkt van... Oh, hier hebben ze dus altijd over gehad. Maar nee, de eerste keer, de tweede keer is al beter. Dat is zo lang is er geleden en het is zo goed bijgebleven. Als ze na 21 jaar huwelijk zegt dat ze op vrouwen valt, ah, dan heb ik het toch goed gedaan. Ervan meer en meer geproefd heb, ga je ook steeds meer ontdekken. Ja, ontdek je plekje. Maar het was wel goed. Nee, de eerste keer was een hoop geknutsel. Dat is toch allemaal anders dan dat je in die boekjes leest, toch? Als je het met een man doet. Ja. Even ontdekken. Het begon lastig, maar op een gegeven moment mocht ik denk ik best wel tevreden zijn voor wat er de eerste keer uit is gekomen. Ik kijk nog altijd met een mooie... Het is een mooie herinnering om terug te kijken, denk ik. Ja, het was een dingetje, zeg maar. Ik wist niet wat ik meemaakte, weet je. Het is echt de eerste keer en dan op verschillende levels de eerste keer. Ja. Die jongen heeft me ook wel een beetje meegeholpen om mezelf te accepteren. Dus op verschillende levels was hij belangrijk. Dus dat, nou ja, dat is gewoon uiteindelijk een goede ervaring geweest. Een soort van totaal pakketje. Mijn eerste keer was heel ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. En ongemakkelijk, ja. Ja, heel ongemakkelijk. Je weet wat je doet, maar ook weer een soort van niet. Ja, ik ben gewoon heel erg aan het kloten. Dat gaat allemaal niet. En dan probeer je dingen en ik denk dat het werkt niet. Maar dat ligt er ook heel erg aan. Kijk, als het voor jullie allebei de eerste keer is, is dat heel anders dan... Ja, het was wel voor ons allebei de eerste keer. Nou, bij mij niet. Ik doe het liefst op een oude fiets. Volgende. Uitgepraat.